Vi saluto tutti cordialmente, romani e pellegrini. Je bent met een groep uit Boksmeer, ja. Op bedevaart in Rome met ja. De parochie. Maar Boksmeer zelf is ook een bedevaartplaats. Ja, we zijn inderdaad met een grote groep hier en ik vind het fijn om iets over Boksmeer te vertellen als bedevaartplaats. Dus meer dan 600 jaar geleden was er in Europa overal een discussie over de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in brood en wijn tijdens de Eucharistieviering. Op dat moment was er ook een priester in Boksmeer die zich afvroeg, waar ben ik toch mee bezig? En toen liep de kelk over en wat op het altaardwalen terechtkwam was bloed. En sindsdien, meer dan zes eeuwen, is Boksmeer, dus een bedevaartplaats. En we vieren dat heel uitbundig, minstens één keer per jaar. Dus 14 dagen na Pinksteren, dan is de bloedprocessie, de vaart heet dat. En dan zijn er duizenden mensen in Boksmeer die dat feest meevieren. Nou is Boksmeer niet alleen bekend vanwege de vaart, de bloedprocessie, maar we hebben ook een aanstaande heilige misschien in onze parochie. Ja, allereerst zou het heel fijn zijn als pater Titus Brandsma, die zelf verklaard is, heilig verklaard zou worden. Ik vind ook dat hij dat verdient, maar waar gaat het hem om? Titus Brandsma is karmeliet geworden, is in Boksmeer in het karmelietenklooster ingetreden. En daar is zijn opleiding begonnen. Maar Titus Brandsma was een Fries. Het is mooi dat we hier in de Friese kerk zijn. Er is hier ook een Titus Brandsma zaal. Op het einde van de viering zal ik ook nog iets aanbieden wat van hemzelf is. En Titus Brandsma heeft in Rome gestudeerd. Maar heel belangrijk is dat hij in hart en nieren ook iemand was die opkwam voor gerechtigheid. Wat ook heel goed past in de regel van de Karmel. En toen de oorlog uitbrak, al lang daarvoor waarschuwde hij voor het systeem van het nazisme. En tijdens de oorlog heeft hij zich verzet en heeft op het laatst als almoezenier van de journalisten en de pers, heeft hij alle dagbladen afgereisd om namens de bisschoppen te vragen om in ieder geval geen advertenties op te nemen die maar iets met het nazisme van doen hadden. Nou, dat is hem zo kwalijk genomen, dus dat hij dus een gevaarlijke pater werd. En die gevaarlijke pater hebben ze opgepakt en uiteindelijk naar Dachau gebracht. En in Dachau is hij gestorven in het concentratiekamp. En het mooie is dat hij natuurlijk een hele moeilijke periode heeft gehad, maar in Dachau dus eigenlijk ver boven zichzelf als het ware uit is gestegen en eigenlijk in dat kamp iemand is geworden. Dus die werkelijk heel veel mensen heeft ontmoet, bemoedigd, terwijl hij zelf doodziek was, et cetera. En wij als Karmel vinden het heel belangrijk dat hij met zijn inspiratie en zijn betekenis een blijvende betekenis krijgt in de kerk. Ja, ik wil graag iedereen die dit filmpje ziet, wil ik oproepen om donateur te worden van de stichting Vrienden der Friese Kerk. U steunt daarmee een fantastisch doel. Als u in Rome bent, dan bent u van harte welkom. Wij mogen als Nederland er toch trots op zijn dat we zo'n prachtige Friese Nederlandse kerk hebben in Rome. En het is mooi
als u meehelpt om dat prachtige historische bezit om dat goed te onderhouden.